Nico, wat heb jij voor Valentijn als mensen vandaag komen shoppen in de stad? Vlinders. Vlinders? Ah, cool. En Gertje, bij jou? Waanzinnige rode rozen. Ja, ik zal je zeggen, Nico is van Nico Tijmans. En dat is in de... Kortegastenstraat. Goedemorgen. Het is achter de hoek van de Lombardia. En Gertje is twee huizen verder. Bloemen verhogen. En we hebben meneer Brigitte van Marcolini, die al een tweede take-out heeft gedaan. Van, jullie hebben superlekkere mooie dingen, hè? Ja. Voor Valentijn. Verse patisserie, maar ik heb zo'n mooi rood hartje gekocht, hè? Ja, dat was keigoed. Primeur van frambozen en dan primeur frambozen rond. Lekker. All right. Marcolini, die is achter de boerla, hè? Of voor de boerla? Voor de boerla. In de Kelderstraat. In de Kelderstraat. Oké. Naast de winkelpost niet. Voilà. Oké. En voor de rest kun je komen gezellig zitten in de Lombardia als je zin hebt. Bye.